Yay! Wat een prachtige dag. De zon die schijnt, het water dat glinstert, schelpen die chilpen. Zo vreedzaam. Kan het alsjeblieft wat zachter? Ik kan niet werken met al die herrie om me heen. Oh, tuurlijk, Octo. Ja, ja, goed. Oké. En dan nu wat zoete klanken van Octo's klarinet. Dank u, dank u. Ik vroeg je toch... Hey Octo, wil jij soms bellen blazen? Kost maar 25 cent. Ja hoor, alsof ik mijn kostbare tijd ga verspillen aan... bellen blazen. Uh-huh. Alsjeblieft, wie ter wereld betaalt er nou om bellen te blazen? Goedemorgen! Oh nee. Ook goedemorgen, meneer. Wilt u een belletje blazen? Hoeveel kost dat? 25 cent. Dat klinkt schappelijk. Kun je mij 25 cent lenen? Tuurlijk, Patrick. Ah... 25 cent. Dank u. Wat een zakenlui. Hoe kom ik nou toch aan zo'n stelletje achterlijke buren? La 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 la
Volgens mij heb ik hem. Wacht even. Hey, Octo! We vissen kwallen! Ja, dat zie ik. Dag hoor. Wacht! We hebben voor jou ook een net gemaakt. Ga je mee? Ben je dat? Met jullie vissen? Nou, dat zou het leukste zijn wat ik ooit meegemaakt heb. Ik zou zo graag met jullie kwallen vissen. Jongens, ik zou absoluut niks weten dat het leuker zou zijn dan op mijn vrije dag heerlijk te gaan kwallen vissen met mijn twee beste vrienden, SpongeBob en, Patrick. Ja, maar ik kan niet dag. Volgende keer? Oh, tuurlijk, graag. Wat maakt het uit, alsof het ooit zou gebeuren. Weet je, Patrick, het lijkt wel alsof Octo nooit eens zin heeft in lol maken. Misschien vindt hij ons niet aardig. Nee, ga toch weg. We zijn zijn beste vrienden. Hi, Patrick. Heb je gewoon een beetje nog? Hij spoelt gewoon. Patrick, jij bent mijn beste vriend in de wijde wereld. Patrick, je bent de allerdomste idioot die ik ooit van mijn leven heb ontmoet. Vind je dat echt, SpongeBob? Natuurlijk, Patrick! En ik ben heus niet de enige die dat vindt. Oh, nou, ik vind jou lelijk. Geel is lelijk. Patrick, waar heb je het over? SpongeBob, ik wil niet langer met je omgaan. Oh. Jij bent een schande voor de bodembewoners. Als ik een euro kreeg voor elk stukje hersens dat jij hebt, dan kreeg ik 1 euro. Hey Patrick, ik hoorde dat er een baantje vrij kwam in de dierenwinkel. Als natte krant. Jij bent een grote stommeling, stommeling. Ja? Nou, dan ben jij een stommeling. En jij bent een kalkoen. Wat is dat? Dat is wat jij bent. Nou, jij bent een nog grotere. Maar jij blijft geel. En weet je wat nog meer geel is? Nou, jij. Ja? Nou, het kan me niet schelen hoe je me noemt, want ik wil je toch nooit meer zien. Ach, tartaarsaus. Wow, Octo, je stikt bijna. Ik weet wat ik moet doen, maar ik hoor eerst mijn handen te wassen. Nou ja. Wauw, Patrick. Je hebt me gered. Oh ja?
Ja, je bent een echte redder, vriend van me. Vriend? Vriend. Ja, Patrick, vrienden. Gewoon vrienden. Wat gaan we doen vanavond, boze vriend? Ik wilde mijn klarinet-solo gaan instuderen. Klarinet? Ik ben dol op muziek. Ik denk dat we toch terug moeten naar pap en mam. Je kan niet weer bij je ouders gaan wonen. Toen mijn ouders mij uit huis trapten, ben ik nooit teruggegaan. Wacht, jij en Gerrit kunnen bij mij intrekken. Dat is te gek. Ja, we worden rotsgenoten. Slaap zacht, SpongeBob. Slaap zacht, rotsgenoot. Wauw. Slaap zacht, Gerrit. Oh, wat krijgen we? Octo, mogen we hier een paar dagen blijven? Of twee maanden? Bedankt! Bedankt, Octo. Octo, kun je wat opzij gaan? Oh ja, en Octo, wil je een glas water halen? Hey, het is echt een te gekke huis wat je hebt. Bedankt, makker. Ja, alsjeblieft. Ja, ik hou van dekens. Ja, ik ook. Ja, dit is fijn. Slaap zacht, Octo. Slaap zacht, SpongeBob. Slaap zacht, SpongeBob. Meermin Man en Mosseljongen zien hun aardsvijand Reflecto die niets goed van plan is. SpongeBob. Je weet wat dit betekent. Donuts. Oh.
bij de krachten van Neptunus. Meermin-man en Mosseljongen, ga ervoor! Wezens van de diepte, verzamel je! Daar denken, Mosseljongen! Daar komen ze! Barst! Reflecto is te sterk geworden! Wat is... Als Reflecto niet genoeg zonlicht krijgt, dan wordt hij zwak. Wetterende knollen weer, mijn man. Hij maakt het scherm kapot. Snel, Mosseljongen, terug naar de zeegrot. Oké, weer, mijn man. Spongebob. Spongebob, doe open. Reflecto heeft onze lab gevonden. Wat zou de echte Meerminman nu doen? Waarom vraag je dat zelf niet? Verklaar je nader, gemene schurk. Hij en Mosseljongen wonen in het bejaardenhuis aan de andere kant van de stad. Vast met een geheime missie bezig. Ja, en laat me nu alsjeblieft met rust. Meerminman en Mosseljongen, gaan ervoor! Octo! Hey, Octo! Octo! Octootje! Octo, wil je een nieuw huisdier? Een huisdier? Dat is een wild beest. Oh, nee hoor, kijk maar. Apart. Hoeveel vingers steek ik op? Ligt dood. Dat vieze beest komt mijn huis niet in. Hij is vast nog niet zindelijk. Dat hoef ik niet te zien. Nou, we gaan bij mij thuis maar eens een beetje pret maken. Je kunt geen pret maken met een vieze kwal. SpongeBob is de enige die pret kan maken met een vieze kwal. 12 uur lang. Al terug. En Octo, jou wil ik graag mijn blikopener geven. En ik maar denken dat onze vriendschap nooit iets zou opleveren. Weet je zeker dat je me die mayonaise wilt geven? Helemaal voor jou. En deze oude telefoonboeken. Zijn ook allemaal voor jou. Patrick, er is nog één ding wat ik je graag zou willen geven. Je oude vertrouwde netje. Hallo allemaal. Hey SpongeBob, verkoop je dingen? Nee, Sandy. Ik verkoop mijn materiële bezittingen om samen te gaan leven met de kwallen. SpongeBob, wat ben je toch weer een rare? Waarom zou je met kwallen willen leven? Ze zijn koud en gemeen en niet erg slim. Oh, Sandy, dat is precies de reactie die ik verwacht had van iemand die net zo'n onecht leven heeft als ik had. Ik ga bewijzen dat ik gelukkig kan zijn met niets. Misschien word je ooit wijs en volg je mijn voorbeeld. Tot ziens. Heb ik niet meer nodig. Zoom. Hij heeft zijn broek uitgedaan. Geef hem een week. Ik 11 minuten. Patrick Triest! Oh?
Het spijt me, we zijn gesloten. Ach, hou nou toch je mond. Hoe krijgen jullie het voor elkaar zo'n kabaal te schoppen met bellenblazen? Niet zomaar bellenblazen. Wij maken bellenkunst. Let goed op. Eerst doe je dit. Draai nu om, stop. Drie keer naar rechts kijken. 1, 2, 3. Dan grote sprong. Rechtervoet naar voren. Heel belangrijk. En dan is het nu tijd om de heupen los te gooien. Gooi die heupen maar los. Dan doe je dit. Dan dit. Dan dit. Dan dit. Dan dat. Dan dit. Dan dit. En dan... Dat is geen kunst. Dat is stom vervelend. Bellen blazen. Dat is echt het allerstomste dat ik ooit heb gehoord. Jullie moesten je schamen. Hallo? Hey Patrick, Octo is thuis en hij moet natuurlijk begroet worden door zijn twee beste vrienden. Oh, vet. Wie zei dat? Wij. Kom mee. Welkom thuis, Octo! Vrolijk kerstfeest! We maken hier de mooiste dag van je leven van! En die mooiste dag vindt niet buiten plaats! Wat dacht je van een kop soep op de mooiste dag van je leven? Daar gaat-ie! Oh, is het wat te heet? Huh? Ik denk eigenlijk niet dat soep iets voor hem is op de mooiste dag van zijn leven. Wat dacht je van muziek op je mooiste dag? Gespeeld op je eigen klarinet. Sorry, mijn lippen zijn wat droog. Muziek is ook niks, SpongeBob. Maar het beste is wat we voor het laatst hebben bewaard. Het enige echte wat van de mooiste dag van je leven echt de mooiste dag van je leven gaat maken, hè? Kwallenvissen, 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 kwallenvissen. Lang zal je leven, hier heb je een taart. Lang zal je leven, waar hoort de staart? Lang zal je leven, lang zal je leven, Octo! Ja, tot ziens, Octo! Goeie verjaardag nog! Dag! Ik ben niet jarig! Basta, genoeg! Ik ga weg uit deze buurt! Absoluut, meneer Tentakel. Ik verkoop uw huis in een oogwenk. Dat is fantastisch nieuws, want ik wil namelijk zo snel mogelijk verhuizen. Geen probleem. Zolang er geen zeewormen in het muurwerk zitten en er geen vervelende buren zijn of iets dergelijks. Oh, daar is geen sprake van. Zijn uw buren? Natuurlijk. Ik heb duizenden voorbeelden van kopen die niet doorgingen vanwege vervelende buren. Buren? Maar goed, ik kom morgen het huis even bekijken. Tot dan! SpongeBob! Niemand koopt mijn huis met hem ernaast als buurman. In plaats van een goede buur doet hij altijd alles andersom. Andersom? Andersom? Heb je me gemist? Kom erin. Je ziet er goed uit. Ik eet veel liever met jou dan met die stomme... Hè? Wat is dat nou? Ik ga niet naast die maniak zitten. Ik ook niet. Dit was vast opzet. Maar jullie tweeën zijn toch mijn beste vrienden? Ik ben je beste vriend! Nou, willen jullie wat drinken, jongens? Ja, graag! Bedankt, vriend!
geef je beste vriend ook maar wat. Bedankt, beste vriend. Mag ik nu ook wat maken? Stop, ik wil nog meer. Maar ik heb nog niks gehad. Alsjeblieft, meer graag. Octo. Octo? Octo. 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 Patrick, je glas is vol. Oh ja. Octo. 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 Sorry hoor, de fles is helemaal leeg. Ik ga even een nieuwe halen. Blijven jullie hier gezellig wat praten. Wat? Eigenlijk moest ik nu weggaan. Wat een verrassing. Ik liet ze binnen en liet ze alleen. En Octo, wat hebben we hiervan geleerd? Weet je, Octo? Ik en SpongeBob zijn weer vrienden. Ga ergens anders vrienden wezen. Wil je niet dat we helpen opruimen? Nee, eruit! Psst, hij is vast jaloers. Wat een zielepoot. Gaat een hele zware pijp roken. Moet jij eens goed luisteren, vierkante kartonnen doos die je bent? Ik heb genoeg van die... ellende. Wie gaat het beleven? Kom op, jongens. Genoeg is genoeg. Huh? Uh-oh. Ah! Hé, hey, rustig aan, jongens. Auw! Ja, ik ga met hem praten. Octo, spelen als het even mogelijk is een beetje beter. De kwallen vinden er niet zoveel aan. De kwallen vinden er niet zo... Ja, natuurlijk, vriend. Ik speel wel wat beter. Oké, hij gaat zijn best doen. Uh-oh. Dat is niet beter! Hé, hey, rustig aan een beetje! Kijk alsjeblieft uit, ja! Stop! Hé, hey, wacht. Oh, nee, ik hou erop. Au. Wacht, nee, niet doen. Wat heb ik gedaan? Ik had een prachtig leven en vrienden. Dat heb ik allemaal opgegeven. Welkom thuis, SpongeBob! Jullie zijn te gek. Ik heb een grote fout gemaakt. Vergeef het me. Hou op met zaniken. Neem een krabburger. Ja, laat maar doorkomen. En morgenochtend vroeg zie ik je natuurlijk op het werk, SpongeBob. Ai, jij, kapitein. SpongeBob, wil je ons een plezier doen? Jouw altijd, Octo. Tadaa. Oh. Ja, zo is het genoeg. Kunnen we hiermee ophouden? Patrick, jeuk! Te gek om weer thuis te zijn! Octo! 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 Ik swing. Octo!
Octo! Octo! Octo! Octo! Hallo vrienden, jullie kijken naar een... Octo! Octo! Genie. Wauw! Ga aan de kant, SpongeBob! Ik snap er niks van. Ik maakte een troep van mijn huis, dus maakte ik het schoon. En Octo ruimt het nu weer op, maar maakt dus eigenlijk troep. Maar het tegenovergestelde van schoon is troep, dus troep is schoon. Dus Octo maakt eigenlijk troep, maar normaal gesproken maak ik altijd troep. Dus is Octo eigenlijk SpongeBob. Aha! Alles is me ineens duidelijk. Ik ben het tegenovergestelde van SpongeBob. En ben dus... Octo. Hey, maar ik wil ook andersom zijn. Ja, eindelijk! Ja. Ik ben Octo, ik ben Octo, 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 Octo. Stop! Het is niet genoeg om er als Octo uit te zien. Je moet ook net doen als hij. Jongen, jongen, wat hou ik van klarinet spelen. Ik ben de hele dag op de klarinet aan het oefenen, maar ik word maar niet beter. Nu jij, Pet. Oké. Ik ben Octo, 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 Octo. Ik ben Octo, 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 Octo. Ga uw gang naar u, meneer Octo. Oh, dank u wel, meneer Octo. Heel graag gedaan, hoor, meneer Octo. Andersom dag. De volgende keer wordt het spring van een rotsdag. Mijn hemel. In het echt is het huis nog veel mooier. Hallo, meneer... Meneer Tentakel? Ja, komt u binnen. Wat grappig, ik had gedacht dat u groter zou zijn. Ja, dat zegt iedereen. Als u wilt dat de koop doorgaat, moet u me alle positieve dingen over uw huis vertellen. Positieve dingen? Andersom dag. Natuurlijk, de vloer kraakt, het dak lekt en het tocht verschrikkelijk. Maar dat heeft u aan de telefoon niet gezegd. Maar ik ben nog niet klaar. De winters zijn koud, de zomers zijn snikheet. In de tuin woont een vleesetende supermossel. En wilt u de rest van het huis zien? Ik weet het niet. Ik zou ook... U gaat gewoon de rest van het huis zien. Volg me alstublieft. En dit is de ergste kamer van het huis. Mijn atelier. Oh, hemel. Wat een prachtig schilderij. Dank u! Ah, wie is dat? Ik wil u graag voorstellen aan meneer Octo. Maar u was toch Octo? Ik ben Octo. Hij is Octo.